Maar ik zou de heer Voor de Wind echt de vraag willen stellen. Is hij eigenlijk blij met dat vredesakkoord? En wat zou dan de status van Nagorno-Karabakh volgens hem moeten zijn? De heer Voor de Wind. Voorzitter, als er één partij blij was... Geef antwoord op de vraag. Wat ga ik doen? Begonnen. Ik ben net begonnen. De heer Voor de Wind. Als er één partij blijkbaar blij was met de inzet van wapens door Azerbeidzjan en door Turkije... dan is het de meneer die hier aan de microfoon staat, meneer Kuzu. Want we hebben de tweets op de Twitter kunnen lezen dat hij juichte bij de overwinning van Azerbeidzjan en Turkije. Dat hij dus blijkbaar stimuleerde dat Turkije naar Nagorno-Karabakh en de omliggende provincies heeft aangevallen. Dat er duizenden mensen zijn afgeslacht. En komt hij mij nou vertellen om even-handedness te gaan bepleiten? Voorzitter, het is echt een farce dit. Ja, voorzitter, daarom zei ik dus ook, geef nou antwoord op mijn vraag. Want Denk was voorstander van de motie van Karabloed en Ploemen. En de heer Voor de Wind was dat niet. En hij zit mij hier te verwijten dat ik dan sta te juichen. Ik ben de handeling ingedoken van de jaren 90, toen het eerste conflict oplaaide in Karabach. Weet u wat toen het resultaat was? Dat 2 miljoen Azerbeidzjanen moesten vluchten. En toen heb ik niemand in deze Kamer gehoord. Ik heb de handelingen erop nageslagen. En zeker niet de christelijke partijen hier die dat stevig veroordeelden zoals ze dat hier nu wel doen. Als dat geen hypocrisie is, voorzitter, dan weet ik het niet. Voorzitter, ik roep de heer Kuzu zijn masker af te doen. Want de heer Kuzu kan zich voordoen als zijnde dat hij voor een embargo was van de strijdende partijen. Maar waarom juichte hij dan toen hij die tweet uitzende en toen hij zei van wat goed dat er Azeri's en wat goed dat Turkije nu de Armenen hebben afgeslacht en dat ze nu de vlag van Turkije en Azerbeidzjan weer in Sushi kunnen neerzetten. Voorzitter, dat was geen even-handedness. Dat was een pure partijdigheid van deze heer Kuzu. Voorzitter, ik neem daar afstand van. Want de heer Voor de Wind moet mij laten zien waar het gejuich dan staat. Want dat is niet het geval. Ik vraag nogmaals en ik heb nog 6 vragen te gaan. En ik zal het elke keer blijven stellen. Voorzitter, de fractie van Denk was voor de motie van Karabulut en mevrouw Ploemen, die vroeg om de even-handedness. De heer Voor de Wind was daar tegen. En ik vraag hem nogmaals, en ik zal het nog 3 keer vragen. Hoe kunt u mij verwijten dat ik hier eenzijdig in het verhaal sta, terwijl u dat zelf doet? Voorzitter, dat het verhaal van de heer Kuzu heel schijnheilig is. En dat blijkt uit zijn tweet, want hij is helemaal niet uitgebalanceerd of proportioneel of noem het maar op. Hij heeft heel duidelijk al eerder partij gekozen, namelijk voor Azerbeidzjan, namelijk voor Turkije, zodat ze de provincies en Nagorno-Karabakh terug kunnen krijgen. Voorzitter, poging nummer 4. Want wat ik hier heel duidelijk heb aangegeven is die even-handedness, dat blijkt uit mijn woorden, dat blijkt ook uit mijn daden, dat blijkt ook uit ons stemgedrag. Dat blijkt niet uit de daden en de handelingen van de ChristenUnie hier in de Kamer. Want dat is hetgene wat we hebben gezien en dat is hetgene wat we feitelijk kunnen vaststellen. Voorzitter, ik heb ook nog een vraag gesteld over het historische aspect. Namelijk dat er in de jaren 90, begin jaren 90, er sprake was van een soortgelijke oorlog. Waarbij ook veel bloed is vergoten, waarbij miljoenen mensen op de vlucht zijn geslagen. Om precies te zijn, tegen de 2 miljoen aan. Die zijn destijds gevlucht. Toen was er ook sprake van oorlog. Toen was de ChristenUnie, of de voorgangers van de ChristenUnie, waren muisstil, met geen woord over gerept hier in de Kamer. Voorzitter, ik vraag hem toch op de man af. Waarom verwijt u hier mijn partij hypocrisie, terwijl wij voor die motie waren en u zelf daartegen was? De heer Voor de Wind. Voorzitter, ik kan eigenlijk de heer Kuzu niet serieus nemen. Als hij zegt dat hij voor evenwichtigheid was, en misschien moeten we even de tweet laten zien. Hij staat er echt te juichen bij de overwinning van Azerbeidzjan, van Turkije, bij de slachting van honderden, het zijn duizenden Armeniërs. Hij is blij met de overwinning. Eindelijk is de vlag van Azerbeidzjan weer gevestigd in Sushi. Voorzitter, en hij noemt dat evenwichtig. Ik kan dat absoluut niet serieus nemen. Voorzitter, ik heb ook nog een ander aspect die ik wil belichten. Gaat u gaan. Voorzitter, wanneer we gaan kijken naar internationaal recht, dan zien we dat 20% van het Azerbeidzjaanse grondgebied was ingenomen door Armenië
En dat is illegaal. Het was een illegale bezetting. Maar voorzitter, de heer Voor de Wind heeft wel wat weg met illegale bezetters. Want hij pleit vandaag voor een wapenembargo. En een wapenembargo, daar heeft hij nooit voor gepleit op het moment dat het ging over een andere onderliggende partij. Namelijk de Palestijnen in Palestina, waar het conflict gaat tussen Israël en Palestina. De heer Voor de Wind. Voorzitter, ik heb de heer Kuzuk, geloof ik, 2 weken geleden of 3 weken geleden in dit debat gevraagd of hij vond dat Turkije militair betrokken was bij Azerbeidzjan. Hij weigerde daar antwoord op te geven. De minister hier heeft zelf daar een paar weken geleden antwoord op gegeven. En waarschijnlijk zal hij nog ontkennen dat Turkije betrokken was bij de strijd in de Nagorno-Karabach. Voorzitter, hij heeft toen mij ook een vraag gesteld. En toen heb ik hem gezegd, als u mijn vraag beantwoordt, zal ik ook uw vraag beantwoorden. Nou, ik vrees dat ik vandaag de dag nog steeds geen antwoord krijg op mijn vraag met betrekking tot de Turkse betrokkenheid en het overbrengen van jihadistische strijders met een beloning van $100-200 voor elk vermoorde Armenier. Ik vrees dat ik daar geen antwoord op krijg, maar ik zal u wel zeggen dat ik ook de ambassadeur van Israël heb laten weten zeer ontstemd te zijn over het gebruik en de inzet en de verkoop van clustermunitie aan Azerbeidzjan. Ik zal u wel voorzien van een antwoord. Ik vrees dat het andersom niet het geval is. Voorzitter, u heeft het antwoord van Denk al gekregen en ik zal maar nog een keer verwijzen naar de hypocrisie van de ChristenUnie en de heer Voor de Wind, wanneer het gaat over een motie die de fractie van Denk wel heeft gesteund. Die vraag had ik niet dat is geen gesteld, denkmantel, voorzitter. Dat is geen denkmantel. Dat is een feitelijk aspect in het hele verhaal. Dit is een feitelijk aspect. En voorzitter, ik heb hier de vraag gesteld aan de heer Voor de Wind of hij er ook net zo hard op tegen is dat er wapens worden gebruikt waar Nederland een bijdrage aan levert. Dus een wapenembargo tegenover Israël zou ook een oplossing kunnen zijn vanwege het lijstje wat ik hier noem. Wapens die worden gebruikt tegenover de Palestijnen. Want hij was toch zo voor die onderliggende partijen? In dit geval niet. Voorzitter, kunt u mij uitleggen wat de consistentie is? Voorzitter, ik vrees dat mijn, dit was mijn laatste vraag. Ja, ja, ja. Dit was mijn laatste vraag. Ik denk niet dat we dichter bij elkaar gaan komen. Dat denk ik ook niet. Maar het is ook wel heel duidelijk wat de hypocrisie is van de heer Voor de Wind. En laat de kijker het maar beoordelen. De heer Voor de Wind. Voorzitter, ik vrees dat mijn verwachtingen met betrekking tot het antwoord dat ik van hem vroeg, dat die bewaarheid zijn geworden. Ik vroeg hem een hele simpele vraag. Keurt u de militaire betrokkenheid van Turkije in Nagorno-Karabach, keurt u dat af? U heeft mij een vraag gesteld met betrekking tot de clustermunitie van Israël. U weet, wij zijn een vriend van Israël, maar ik heb het zeer betreurd en ook afgewezen dat Israël clustermunitie verkocht aan Azerbeidzjan. Politiek, strategisch begrijp ik het, maar ik keur het af. Maar voorzitter, die moed heeft u tot nu toe niet getoond om Turkije te veroordelen, wapens te leveren en sterker nog een bonus te geven voor die jihadstrijders die elke Armenier zou vermoorden. U heeft daar nooit afstand van genomen. Het is weer een traditionele manier om je tegenstander te proberen te framen. Voorzitter, de vorige keer toen wij hier een debat met elkaar hadden, zijn er moties ingediend. En wij hebben de motie gesteund waarbij werd gevraagd, ja, de ChristenUnie heeft dat niet gedaan, daarom schudt u nee. Wij hebben de motie gesteund die vroeg om een wapenembargo in te stellen tegen alle betrokken partijen. En de ChristenUnie als vriend van Israël, hè, want dat zegt u nu, de vriend van Israël, heeft dat niet gedaan. En daarmee heeft u antwoord gekregen op uw vraag. Dan kunt u 10.000 keer blijven zeggen dat wij geen antwoord geven op uw vraag. Dat hebben we wel gedaan. We laten zien aan de hand van ons stemgedrag. En dat heeft de heer Voor de Wind van de ChristenUnie niet gedaan. Voorzitter, u kreeg het woord omdat een vraag aan u werd gesteld en anders. Ik ga geen vraag meer stellen, maar ik ga wel constateren, voorzitter, dat de heer Kuzu zich echt ongeloofwaardig maakt. Want ik heb hem 26 keer dezelfde vraag gesteld. Hij heeft mij een vraag gesteld over Israël. Nee, meneer Kuzu, u hoeft niet te antwoorden. Ik constateer, want ik heb u 3 keer, 4 keer een mogelijkheid gegeven om te antwoorden. U hebt mij horen zeggen dat de clustermunitie van Israël geleverd aan Azerbeidzjan. Ik zal het nog een keer zeggen, dat we dat hebben veroordeeld. Ja. Ik heb u 4 keer een vraag gesteld. Veroordeelt u de agressie, de militaire betrokkenheid, het zetten van bonussen op de hoofden van Armeniërs? Veroordeelt u dat? En u verwijst elke keer naar een motie van de mevrouw Karaboulut. Ja. Maar door uw tweet
heeft, is het masker afgegaan en heeft u uw werkelijke aard laten zien. Namelijk, u juicht samen met de Azerbeidzjanis, de Azeri's en de Turken bij elke dode Armenier. En dat is uw ware gezicht en dat vind ik diep en diep triest. Dan stel ik voor... Nee, persoonlijke feiten, want ik gaf u net het woord zodat u kunt reageren op de heer... Nee, wacht, heel even. Rustig aan, meneer Kuzu, want niemand hoort u. Ik kreeg net het woord om daar antwoord op te geven, maar toen ging u weer op een ander punt. Dus daarom, als u wilt reageren, krijgt u de gelegenheid. En anders stel ik voor dat de heer Voor de Wind verder gaat. Voorzitter, ik wil een persoonlijk feit maken over de abjecte opmerkingen van de heer Voor de Wind, dat ik zou staan juichen wanneer een Armeen is omgekomen. Voorzitter, daar neem ik echt stellig afstand van, want ik denk niet dat oorlog een oplossing is voor een conflict. Dat gebeurt aan de onderhandelingstafel, maar ik wil er wel aan toevoegen dat 30 jaar onderhandelen in dit geval geen rechtvaardigheid heeft opgeleverd. De heer Voor de Wind heeft een aantal vragen nog over. Ik hoop dat die ze spaart voor mij, dan kunnen we verder. Ik stel voor dat u verder gaat. Dank u wel, voorzitter. En ook hier, ik had even gehoopt dat alsnog ze komen, ook hier geen veroordeling van Turkije met betrekking tot de agressie in Nagorno-Karabach. Zeer teleurstellend, voorzitter.